Toen ik te horen kreeg dat ik voor het vak taalcompetenties een filmpje moest maken over mijn favoriete plaats, waren er wel enkele kanshebbers. Denk hierbij aan het circuit van Spa-Francorchamps, voor mij als oud-liefhebber toch een van de belangrijkste plaatsen in ons land. Maar ook wel een aantal plaatsen letterlijk veel dichter bij huis. Mijn bed, mijn bad, twee plaatsen waar ik graag en veel tijd doorbreng. Mijn keuken, waar ik als hobbykok ook wel graag bezig ben. Maar uiteindelijk heb ik besloten om te kiezen voor een plaats die zowel nu, maar ook in mijn jeugdjaren heel belangrijk is en is geweest voor mij. Namelijk het Nederlandse badplaatsje Cadzandbad. Cadzandbad is gelegen net voorbij de grens in Knokke. En mijn familie, mijn ouders, hebben hier jarenlang samen met familie van mij een appartementje gehad. Waar ik heel veel tijd doorgebracht heb tijdens de vakantieperiodes. Mijn ouders hadden een eigen zaak, waardoor ze altijd druk bezet waren op het moment dat ik vakantie had. En dus heb ik hier met mijn tante en mijn nichtjes heel vaak gezeten. Mijn ouders kwamen dan in het weekend op en af. En je kan eigenlijk stellen dat voor heel mijn familie Cadzand een belangrijke plaats is en is geweest tot op de dag van vandaag. Mijn ouders komen nog steeds jaarlijks op vakantie met hun kleinkinderen, mijn neefjes. En hoewel Cadzand ondertussen heel wat van zijn authentieke charme heeft moeten inboeten, Cadzand is de voorbije jaren heel veel veranderd, er zijn heel veel grote appartementsblokken gebouwd, is het hier toch nog steeds gezellig, zeker in de zomer. Je kan hier bij La Spezia heerlijke ijsjes eten, je bent hier vlak bij het Zwin in Knokke. En natuurlijk in de zomer als het weer het toelaat, is het ook fantastisch om hier in het zeewater een heerlijke frisse duik te nemen. Ik kan Cadzand alleen maar van harte aanbevelen. Kom zeker eens een keertje langs als je hier nog nooit geweest bent. Voor mij alleszins is het hier elke keer een beetje thuiskomen. En moet ik stellen dat ik hier ook altijd enorm tot rust kom, ook buiten het seizoen. Je kan hier ook fantastische wandelingen maken. Dus ja, bij deze mijn favoriete plaats, Cadzandbad in Nederland.